Plus 1.
Laten we beginnen bij het groen. Het is tenslotte altijd het begin van leven. Ik kan er niet veel van zeggen. Want de strie is er een beetje verschoten en de soorten kan ik niet goed herkennen. Er zullen wel veel wilgen bij staan. En dat brengt me op de gedachte, op de herinnering van wat burgemeester Thomas, de vorige burgemeester van Rotterdam, zei, een voormalig natuurbeschermer. Dat de omgeving van de Rijnmond nog net zo groen was als voor een halve eeuw. En dat is het algemene idee van mensen die groen, bomen, gras, plantjes in de eerste plaats zien. Zoals behangers groen zien. Groenstroken, een soort ornament, versiering van het geheel. En dat ontkent, of dat weet helemaal niks, van een soort basiswetenschap van ecologie. Namelijk, het maakt voor hun niks uit of dat groen is opgebouwd uit drie soorten gras. Of uit de vele tientallen en honderden soorten soms die in een natuurlijk landschap voorkomen. Er is een principieel verschil in tussen het ene en het andere wat betreft de overleefbaarheid. Als je heel weinig soorten hebt, dan hoeft er maar één infectie op te treden. En je hele landschap wordt niet meer groen, maar dor. Gaat dood, ziek. En alles wat ervan afhankelijk is, alle dieren die weer van groen moeten leven en dieren die weer van dieren leven die van groen leven, enfin, alles wat leeft, gaat daarmee kapot. Maar als je een natuurlijk landschap hebt, met opgebouwd dus uit ik weet niet hoeveel soorten planten, treedt er natuurlijk ook infecties op en al mogelijke ziekten, maar die vreten maar één soortje aan. En er zijn daartegenover zijn zoveel andere soorten die de zaak opvangen dat er geen grote catastrofes optreden. Hoe meer soorten er voorkomen in een bepaald gebied, des te stabieler is dat gebied. En je zal nooit overbevolkingen krijgen en ook niet het tegenovergestelde wat er altijd mee verbonden is, de grote catastrofes van hongersnood en dergelijke. Enfin, dat is een van de eerste ideeën die je krijgt bij het zien naar het vale groen op dit schilderij. Thank you.
Er zijn dus een aantal analyses die worden gefiltreerd gedaan en worden analyses ongefiltreerd gedaan. Dus de analyses die we ongefiltreerd doen, die kunnen we zo uit de fles nemen. En de rest, dat nemen we dus van het gefiltreerde af. Bijvoorbeeld bij de blijvende hardheid, die doen we gefiltreerd. Bij de tijdelijke hardheid doen we ongefiltreerd. Ja, want doordat je vacuüm zuigt, dan zuig je er bijvoorbeeld de CO2 uit en de CO3. En het is juist de bedoeling dat getitreerd wordt bij tijdelijke hardheid. Dit is kwantitatief overspoelen van het residu van de nitraten. Hiernaast wordt de sulfaatbepaling gedaan in water. Het monster is dus gebracht over een ionenwisselaar. Hij heeft sulfaat dus achter in een eluaat. En dat bepalen we door te titreren met bariumperchloraat. Dan krijg je dus een omslag van geel naar rood. Dit is een tafereeltje dat veel voorkomt op oude schilderijen. Voornamelijk het typische dat de mensen hier echt bovenop zitten. Ze zitten eigenlijk op plaatsen die niet voor hen bedoeld zijn. Die zijn niet gemaakt als zitplaatsen. Ze zitten op de roef, ze zitten op dekken, ze zitten op de borden. Terwijl ze toch betaald hebben voor een plaats in de roef of voor een plaats in het algemene ruim. Dat waren natuurlijk scheepjes van beperkte afmetingen. En die roef en dat ruim was nogal nauw en mogelijk ook benauwd. En als het weer het nu toeliet en er was geen gevaar, dan vond de schipper het goed dat ze aan dek gingen zitten. Misschien is zelfs de onvriendelijke uitdrukking van ga maar op dak zitten nog ontleend aan de scheepvaart van ga maar op het dek zitten.
bedankt. Here is the weather forecast for today until midnight. First the general situation. A ridge of high pressure over the source is moving slowly northeast. And will begin to affect southwestern districts of the British Isles by late evening. The cold front now affecting southeast districts will gradually move north. Fog has developed overnight in much of England and parts of Wales. In some districts it is rather dense. This will lift and clear by mid-morning almost everywhere, and the rest of the day will be fine with unbroken sunshine. In brief, the weather will be normal for the time. Mijn eerste indruk is wat ontzettend weinig vogels. Dan kan het gewoon zijn dat dat Van Gooien niet geïnteresseerd was in vogels, maar als ik er even over nadenk, dan geloof ik dat het reële waar weergeven is van de toestand. De Nederlanders van toen, en dat zijn ze nog heel lang zo gebleven, die waren net zo gretig op het doden, verkamp maken, opvreten van vogels als de tegenwoordige Italianen en Fransen. Als ze een vogel zien, paf, of het nou eetbaar is of niet. Alle mogelijke jachtinstincten, plezier, jachten, enfin, noem maar op. Dat moet worden uitgeleefd. En dit is tenslotte een gezicht op een stad. Het is een omgeving van een stad. En het is hoogstwaarschijnlijk dat er in die tijd veel minder vogels te zien waren dan tegenwoordig. Want als je tegenwoordig in dat gebied gaat, of schoon het aangetast is door fabrieken, watervervuiling en alles en nog wat. Tegenwoordig zie je daar ontzettend veel vogels. Meeuwen, eenden in alle mogelijke soorten. Je kan zonder veel moeite een flinke lijst samenstellen van vogels die je er nou ziet. En dat is gewoon te danken aan het feit dat wij, om wat voor redenen ook, dat we vrij goed uitgevoerde vogelwetten hebben. De Limburgers klagen er nog steeds over, maar we hebben vrij goede vogelwetten. En het gekke is dus dat je tegenwoordig meer vogels ziet in zo'n stedelijke omgeving dan vroeger. U ziet hier een radarscherm en daar zit een wit stipje op en dat is de ballon die zojuist vertrokken is op het achterterrein. Hebt u hier de spriet zitten, hier de talie, die werd trijs genoemd. Hier hebt u de talie die ook nog de nok vasthoudt, loopt hier met een val naar beneden. Onderaan zit de spriet, de voet van de spriet is verbonden aan de greelband. De stander, daar werd die spriet is in feite op gesteund. Hij hing hier naar achteren toe, aan die treis, maar hier hing hij aan de standen. Ik kan het hier zien, als deze de spriet gekaaid werd, dan komt die stander, die gaat hiermee omhoog. Het middelpunt is dus 0 kilometer van ons verwijderd, dus die ballon zal ongeveer, nou momenteel misschien 2 mijl, 3 kilometer van ons verwijderd zijn, dus dat is dus schuin in de hoogte. De windsnelheid die krijg je eruit door dus eigenlijk te ontbinden, dus de verticale en horizontale trekrichting van die ballon. Maar dat wordt dus automatisch in die apparatuur geschiet dat. En die tonen, er zijn dus 2 tonen die daar ook te horen zijn. Dat is de meting van de vochtigheid en de meting van de temperatuur. Zij zei de uitzending over gaan. Het kenmerkend van dit schilderij wat hier ligt is dat er ontzettend veel wolken op staan. En dan is het natuurlijk wel eens interessant om te weten, ja, wat zijn dat nou voor wolken en wat hoort daar nou voor weer bij? En ja, dan gaan we eerst eens even kijken wat voor jaargetijden dit af zou kunnen zijn. Dat is een beetje moeilijk, maar belangrijk is om te kijken
welke kant we eigenlijk op kijken. Dat is dus eigenlijk wel achter te komen op dit schilderij. De kerk die staat hier rechts en we kijken dus eigenlijk in het verlengde van een water. En als we de kaart er gewoon bij halen, dan zien we dat die kerk op dit punt ongeveer moet staan. Dus aan de zuidoostoever van dit water, wat hier dus het geval is. En dat we dus staande van een huidige verkeersbrug ongeveer, van een punt waar nu die verkeersbrug ligt, van Rotterdam naar Dordrecht, Breda is dat, dat we daar naar het noordoosten kijken. Dat komt, die conclusie kunnen we dus wel trekken. Dus dat dit een punt is waar we naar het noordoosten kijken. We zien dus verder dat die wolken van linkerkant verbelicht worden. Dat wil zeggen dat de zon links van ons moet staan. In dit geval waarschijnlijk enigszins links achter ons. Dat wil zeggen dat die zon ongeveer in het westen moet staan. Dus hieruit zou je de conclusie kunnen trekken dat het in de namiddag geschilderd moest zijn, dit schilderij. Er is ook wat anders te zien. De wind is ook westelijk. De vlaggen die gaan allemaal naar rechts. Bovendien staan de molens allemaal één richting opgekeerd. Ook naar het westen. En er is nog een conclusie wel te trekken. Er zitten bladeren aan de bomen. Dus het speelt zich niet in de winter af, deze scène. Maar het is zelfs waarschijnlijk dat het zelfs vrij hoog zomer geweest moet zijn. Want die belichting komt niet alleen van links, maar ook nogal aardig van boven. En de zon die staat in het westen. En het komt alleen in zeg maar juni en juli voor dat die zon, hoewel die in het westen staat, toch nog vrij hoog boven de horizon staat. Dus we kunnen de conclusie trekken dat het een foto is, of een schilderij eigenlijk, dat zeg maar rond 6 uur, 5 uur in de namiddag is gemaakt. Wat u hier ziet is het uurwerk boven in de Dordtse Dom. Dit uurwerk is heel bijzonder, niet ten eerste omdat het oud is, maar omdat het zo compleet is. Het is gebouwd in 1624 en in 1626 begon het zijn werking. En daarvoor hebben we hier een wolkenatlas. Er zijn dus verschillende wolkentypes. Mist is het, dus hier zit de Eiffeltoren eigenlijk hier, die dus van de bovenkant in de mist zitten. Dus is het in wezen ook helemaal niet. Maar we hebben dus een wolkentype gevonden. Een wolkenatlas die er wel erg op lijkt. En dat blijkt dit wolkentype te zijn. Dat heet officieel cumulus congestus. Opbollende cumulus congestus, oftewel opbollende cumulus. De onderkant zit meestal een kilometer hoog. En de bovenkant kan wel 2-3 kilometer hoog zitten. Het is in het algemeen waarschijnlijk een typisch Hollands zomerweertype. Het is dus een zwaarmatige westenwind, wisselend bewolkt. In het algemeen droog weer, met temperaturen rond 21, 22 graden. Nu volgt een uitzending van de overheid.
opnamen die gemaakt zijn in Dordrecht. Je krijgt nu een eiksignaal van 1000 hertz. Dat is het referentieniveau. Dat fluitniveau dat wordt door een DBA-filter geanalyseerd via dat metertje. Dat is een versterker om het af te luisteren. Achter mij wordt het omgezet via de schrijver van een analoog signaal in een digitaal signaal. En dat digitale signaal dat wordt gepunst op deze punststeep. Heeft u nou een idee van hoe het geluid in 1644 er daar uitzag? Dat idee heb ik wel, maar dat zag ik niet. Ja. Dat idee heb ik wel. Het is gewoon een idee van mij, maar het is geen TNO-idee. En ik weet het niet, dat zou u geloven dat het afleidingshoofd zelf moet vragen. En die is dan wel bereid om dat commentaar te geven. Ja, zou ik het doen. En dan een belangrijk ding dat je hier ziet, dat is die kereltjes die daar op de boot zitten en een groot net ophalen. Ik weet niet echt wat ze daar vangen, maar ik heb zoiets wel eens gezien, nog vlak na de oorlog, langs de Loire in Frankrijk. En wat ze daar vingen was zalm. En inderdaad waren vroeger de Nederlandse rivieren beroemd om de grote zalmvangst die daar plaatsvond. Je ziet hier verschillende mooie platen uit die tijd. De zalm is verdwenen. Eigenlijk was goed na de oorlog, want ze kwamen toch nog na de oorlog, werden ze aangevoerd op Nederlandse markten. En dat is niet te danken aan het feit dat er geen moeite aan gedaan werd. Men heeft tijdenlang jonge zalmpjes nog geprobeerd te kweken. U weet, die zalmen die leven voornamelijk in zee. Die moeten zich daar goed rondvreten en dan komen ze, als ze mooi vet zijn, komen ze de rivieren op. Om dan diep in het binnenland in mooie, heldere beken, om daar hun eieren te leggen. En als ze dus nog zo volgeladen waren met vet, nog eieren, alles nog wat, dan werden ze gevangen op het rijpste moment. De zee is wel een beetje vervuild, maar nog lang niet zo erg dat de zalm het daar niet zou kunnen uithouden. Er worden nog regelmatig zeeforellen gevangen. Dus in de zee zouden de zalmen het best kunnen uithouden. Maar als de rivieren opkomen om hun eieren te leggen in schoon water, dan vinden ze dat natuurlijk nergens meer. Dat we zeggen, hoog in de bergen zijn theoretisch nogal mooie, heldere beken, maar die kunnen ze niet bereiken vanwege de afschuwelijke vergiftiging van de rivieren. En zalm wordt er dan ook niet meer gevangen, ondanks dat men tijdelang geprobeerd heeft om jonge zalmpjes te kweken en ze dan uit te zetten. De zalm die vroeger in Nederland gevangen werd, in Dordtse Kil en bij Gorkum en Woudrichem, die is in Nederland niet meer te vinden, die is uitgestorven. Dat is heel erg jammer, want die zalm was bijzonder lekker van smaak. Maar de zalm die we dus tegenwoordig verkopen is allemaal de importzalm uit Canada, uit Alaska,
ook uit Rusland. Die helm moet dus ingebleekt worden en geconserveerd worden om hier te kunnen worden genuttigd. En er wordt nog wel verse zalm gevangen in Noorwegen, in Schotland, in Ierland en ook in Canada. En die wordt dus gerookt en die komt dan gerookt naar Nederland. En die wordt dan meestal in hele dunne filets zo gepresenteerd. Wat geldt als een bijzondere delicatesse. En verse zalm wordt dus ook nog wel gekookt. Een hele zalm kan u in een restaurant bij vooruitbestelling ook wel bestellen. En zo'n zalm wordt dan gegarneerd en dan zo vers gegeten. En dat is natuurlijk al een groot verschil. Ik heb het onder laatst nog zelf meegemaakt. Een verse zalm gekookt en gegeten is natuurlijk nog fijner van smaak. Heeft een fijner aroma als de zalm uit het blik. Maar de Nederlandse zalm is heel jammer. Is niet meer te koop. Misschien 3, 24 graden kunnen worden. Ongeveer hetzelfde weer.